Christopher Beke, goeie avond. Hoe gaat het met jou? Heel goed. Ik ben met mijn man op stap. En dat gebeurt niet zo vaak de laatste tijd. Dus ik ben heel blij. Drukke agenda? Nee, niet zozeer druk. Maar ja, kende dat met z'n tweetjes zo nog eens op stap. Dat gebeurt niet zo vaak. Hè? Het seizoen van Zorgen voor Mama loopt op zijn laatste loodjes op VRT. Ja. Hoe gingen die opnames? Ik vind het heel belangrijk om het thema armoede op de kaart te zetten. Dat blijven we doen, nu ook met het derde seizoen. Heel nieuw voor mij ook was om jongeren te gaan volgen, 6 maanden lang, en ook te gaan coachen. Dus ja, het heeft er wel in gehakt dit seizoen. Maar ik vond het wel belangrijk om eens te tonen hoe moeilijk zij het ook hebben. Hoe close word jij met die gezinnen? Eigenlijk heel close. Wij spreken, wij whatsappen bijna elke dag, zeker net voor hun uitzending of net na. En binnenkort, maar dat zal ik dan wel op mijn socials delen, is er nog een heel leuk nieuwtje in verband met Robin. Oh, dat is altijd goed nieuws, want Robin heeft wel een gevoelige snaar geraakt, hè? Ja, Robin is een hele fijne jongen en die zit heel diep in mijn hart. Ik vind het heel erg dat hij zijn mama 2 jaar geleden verloren is. En op de een of andere manier knuffel ik hem heel graag. Niet dat ik zijn mama kan vervangen of zo, maar gewoon eens even een dikke knuffel geven. Dat doet deugd. Mensen vragen dan altijd, zie je dan altijd af, ja, het seizoen is dan voorbij en dan... Blijf jij hen volgen? Want je zegt wel, ik heb nu ja. WhatsApp en zo. Maar blijf jij hen ook actief volgen? Ja, wij houden zeker een vast contact. We zijn nu met de mama's van seizoen 2 ook aan het zien om elkaar eventueel begin maart opnieuw te zien. Uiteindelijk de mama's van het eerste seizoen zeker ook, maar je weet hoe dat gaat. Dat gaat dan een beetje minder intensief. Maar ik volg ook iedereen op Facebook. Met sommige gezinnen gaat het veel beter, met anderen niet. Dat is altijd heel moeilijk om te zien gebeuren wel.